Dries, gefeliciteerd. De eerste echte wedstrijd van het seizoen. Tevreden? Ja, ik denk dat we vandaag 2-0 winnen en dat het een heel goede uitslag is. Alleen als je kijkt naar de wedstrijd, denk ik dat we misschien zelfs 3-0 konden winnen, misschien zelfs nog meer. En dat is jammer, want dan heb je het gelijk afgemaakt. Nu is 2-0. Dat is ook een goed resultaat, maar een beetje zuur. Is dat dan nog de scherpte aan het begin van het seizoen? Ja, je ziet dat zij wel wat meer wedstrijden gespeeld hebben. Ze hebben 2 wedstrijden tegen Ajax gespeeld, 2 competitiewedstrijden en wij nog niet echt. En ik denk dat je dat soms wel merkte, maar ik denk dat wij vandaag wel veruit de betere ploeg waren. Dit mag geen probleem meer zijn, toch? Nee, dit mag normaal geen probleem meer zijn, maar ja, je moet altijd scherp zijn en we gaan naar daar met de volle concentratie. Toen u Nederland verliet, was je nog geen echte spits. Dat is vorig seizoen zo gekomen. Is het op het lijf geschreven? Op het lijf geschreven weet ik niet, maar ik vind het leuk. We spelen goed voetbal, we spelen over de grond en dan is het echt lekker om in de spits te staan. Dan wil u niet meer anders? Nee, ik heb het ook tegen de coach gezegd, ik wil niet meer veranderen. Nee. En ook niet weg hier? Nee, ik zit hier goed en ik ben hier heel gelukkig en zolang we zo goed blijven spelen is het leuk. Dank u. Alsjeblieft.